Welkom. We gaan het vandaag hebben over mannelijke geslachtsorganen en hormonen. Hormonen, zoals je misschien weet, zijn stoffen die ergens worden afgegeven en die ergens anders een effect hebben in doelcellen of het doelorgaan. Plek 1 worden ze geproduceerd, plek 2 ergens anders worden ze, hebben ze een effect. En daartussen gaan ze vaak via het bloed. Niet vaak, ze gaan via het bloed. Dan gaan we naar kijken, we gaan naar man kijken. Welke twee hormoonklieren zijn van belang? Helemaal onderin de hersenen zijn de hypothalamus en de hypofyse. Liggen daar, rood puntje. En we gaan kijken naar de testis van de man. Zijn ballen en wat daarmee gebeurt. Ze staan met elkaar in verbinding via het bloed. Als we dat gezien hebben, gaan we door naar het schema. De hypothalamus die produceert een hormoon. Wordt afgegeven aan het bloed. En dat een paar millimeter verder wordt dat door de hypofyse al opgepakt. De hypofyse maakt weer andere hormonen. Dat gaat weer naar het bloed toe. En dat gaat een hele reis afleggen naar de testis. En in de testis wordt dat signaal opgepakt. En daar worden weer nieuwe hormonen gemaakt. Dus we hebben hier 3 plekken waar hormonen worden geproduceerd. Begin hier bovenaan. De hypothalamus die produceert onder in de hersenen produceert een releasing hormoon. Een hormoon wat het signaal is voor de hypofyse. En dat lijkt een beetje als een pijnappeltje. Zorgt ervoor dat is het signaal dat de hypofyse hormonen gaat afleveren. Welke twee hormonen kan de hypofyse, de voorkwap, dus de adenohypofyse, afleveren? Dus FSH en LH. FSH zorgt in de testis van de man, want daar zijn we nu. Dit is een testis voor spermatogenese. Dat betekent de productie van sperma, spermacellen. LH zorgt in de testis voor de aanmaak van testosteron. Testosteron, ook weer een hormoon, zorgt op zijn beurt dat spermatogenese wordt gereguleerd. Maar wordt natuurlijk ook weer afgegeven aan het bloed. En zorgt ervoor lichamelijke effecten. Dat zou kunnen zijn borsthaar. En dat zou kunnen zijn spieren. Dat zou kunnen zijn een dikkere keel. Zwaardere stem. Dat zijn secundaire geslachtskenmerken van de man die door testosteron worden geregeld. Als dat testosteron in het bloed zit, geeft het ook weer een signaal terug naar de hypofyse en naar de hypothalamus. Namelijk, hé, er zit testosteron, de boodschap wordt gehoord, dus doe maar rustig aan met de productie van deze 3 hormonen. En die hoeveelheid hormoon, die zal dan weer naar beneden gaan. Ja, dus we krijgen een regelkring. Een kring die effect heeft op het begin. Hypothalamus maakt RH. RH wordt door de hypofyse gezien en opgemerkt. Er wordt FSH en LH geproduceerd, afgegeven aan het bloed. Testosteron wordt gemaakt in de testis. Omdat er dus LH wordt gesignaleerd, testosteron wordt afgegeven aan het lichaam en aan het bloed. En in de hypofyse en in de hypothalamus wordt weer gesignaleerd, hey, er is testosteron, dus het kan op een laag pitje. Mijn vraag aan jou is, als we nou een figuur maken, een grafiek, we zitten op de x als de tijd, en we zetten dan op de y-as, de concentratie testosteron in het bloed van deze man, wat voor soort grafiek zou je dan krijgen? Ik zou graag willen dat je die zou maken en dat je die aan mij laat zien. Dit mechanisme, van dat iets eerst een positief effect heeft en dat weer een negatief effect heeft op het begin van de cyclus, heet negatieve terugkoppeling. En dat is belangrijk om te onthouden. Negatieve terugkoppeling. Ja, dus negatief effect, remmend effect. Daarom staat het minnetje daar op start van de cyclus. Goed, tot in de les.